Zo, we stellen u graag een paar wijnen aan u voor uit het thema Loire Rood, die we met het panel geproefd hebben. We halen altijd een paar wijnen naar voren die in prijs en kwaliteit eruit springen. Rode Loire, ja, dat is eigenlijk, als je het in twee categorieën grofweg indeelt, Pinot Noir uit het bovenloopgedeelte van de Loire en van de benedenloop de Cabernet wijnen en natuurlijk de Cabernet Franc als de druif. Ja, er waren ook heel veel Grolots ingestuurd. Dat is wel bijzonder, hè? Dat die Grolot tegenwoordig ook... dat is wel echt een beetje vergeten druif die je bijna niet meer ziet. Hè? Ja. Maar heel langzaam aan zie je zo'n lokale zo'n oude historische lokale druif wel weer terugkomen. Ja. Ja. Ik was vorig jaar in de streek en inderdaad, bij de producenten waar ik was, die hadden allemaal tegenwoordig ook één Grolot in hun assortiment. Maar Chenin Blanc voor wit en dan voor rood Cabernet Franc. Ja. Ja, Gamay is natuurlijk toch een beetje voor de lichtere wijnen, maar voor de serieuze wijnen meer de Cabernet Franc. En we hebben een paar Cabernet Franc wijnen. Nou ja, nee, hier staat Cabernet Sauvignon in. Hè? Ja, dit was wel bijzonder. Het was een beetje vreemde eend in de bijt misschien. Een wijn uit 2021, toch een lichter jaar. En dan 70% Cabernet Sauvignon. Van een terroir wat eigenlijk veel bekender is voor zoete Chenin. Hè? Ja. Chaume. Dus, dat is echt een dessertwijn. Dit ligt, dit ligt in het gedeelte van Coteau de Layon eigenlijk. Ongelooflijk. Dus, wijn kwam er fantastisch uit. Wijn is helemaal opgevoed in beton. Ja. Dus er komt geen hout bij kijken. Maar het was mooi rijp. Ja. Geen pyrazine. Heel elegant. Zachte tannine. Heel natuurlijk overkomen. Het echt een hele mooie, knap zeg, eerlijke, pure... Is dat de klimaatverandering, dat je met Cabernet Sauvignon kan werken? Nou, dat is toch wel bijzonder. Ja, vroeger was het in Anjou wel eens wat hard en bitter, om het liefst te zeggen. Opmerkelijk. Zoete wijnen verkopen natuurlijk ook minder goed. Dus het is natuurlijk toch, boeren zoeken toch naar alternatieven. Dat snap ik ook wel. Ja. Maar Cabernet Sauvignon vind ik wel opmerkelijk. Het komt wel meer voor natuurlijk, maar het is op de top van die heuvels. Waar veel kleibodems toch, want het zijn hele vlakke plateaus eigenlijk met relatief veel klei. Ja, dat zijn toch, vroeger waren dat de koudere terroirs. Ja, en dat werkt blijkbaar goed tegenwoordig. Dit wordt verkocht door wijnkoperij De Lange in categorie 8, dus tussen de 20 en 30 euro. Château de Plaisance sur la Butte, heet de cuvée. 2021. Dus Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc. Leuk om zulke wijnen tegen te komen. Met Saumur Puy Notre Dame gaan we meer naar het oosten, iets ten zuiden van Saumur. Ja. Een heel mooi domein. Ik hoorde van regisseur Frank Jacobs, die vandaag de leiding heeft over deze opname, dat het eerst een Zuid-Afrikaanse wijnmaker was. Maar nu is een nieuwe eigenaar en nu worden de wijnen weer door de Franse wijnmaker gemaakt. Ja, dit soort Cabernet Franc wijnen, zo'n jaargang als 2019, dat heeft een enorme rijpheid en mooie zachte tannine. En je hebt, ik vind zelf een hele interessante druif. Het is jammer eigenlijk dat hij komt wat meer op, maar het is nog steeds toch een beetje ondergeschoven kindje, hè, die druif. Terwijl je het heel drinkbare wijnen oplevert. Ja. Ja, het leuke verschil vind ik ook als je die wijnen, bijvoorbeeld Saumur en Saumur Champigny, dat zijn meer de calcaire terroirs. Hè? Absoluut. En dit heb je hier, heb je wat vulkanische steenten ook en dan die klei. Ja. En dat proef je ook wel weer, het verschil. Dit is een domein wat echt goede wijnen maakt. Ook de hele betaalbare cuvées zijn hartstikke lekker. En de origine is volgens mij de top cuvée. En dan met een paar jaartjes rijping, 2019 is dit, hè, Ron? Het opvallende is dat het mooi zuur houdt en ook heel rijp is. Dus hele mooie rijpe tannine heeft. Ja. Dus het krijgt een hele mooie balans en het is heerlijk drinkbaar en geschikt om nu te drinken. Ja, maar ik heb geen leesbril. Voorlezen wie het importeert. Het komt van Karakter Wijnimport en het zit in categorie 8, dus tussen de 20 en 30 euro. En het heeft maar 12,5% alcohol, maar de wijn komt echt veel voller en rijker over dan dat mooie wijn. Château de Parnay, daar gaan we nog weer een stukje naar het oosten toe, meer richting Chinon. Hè, dus vanaf Saumur kom je dan in Saumur Champigny. Ja. Ik vind dat ook echt een van de gebieden voor Cabernet Franc. Het zijn Chinon en de Bourgogne zijn toch net wat boers en wat steviger. En Saumur Champigny is heel gelikt vaak. Dus je dat calcaire terroir. Ja, dat is toch wel dat is toch heel bijzonder. Daar, Nou ja, als je hier ook komt, het is een paar jaar geleden overgenomen door een rijke ondernemer. En die heeft er een enorm project van gemaakt. Het is een heel mooi oud château. Heel historisch. Hij wil daar een
hotel en een soort heel, ik wil niet zeggen pretpark, maar in elk geval een enorm gastronomisch gebeuren met hotel bij neerzetten. Maar de werkzaamheden waren volgens mij een beetje stilgelegd, want er gebeurde niet zoveel. Okay. Hij maakt ook prachtige Chenin Blanc van het Clos du Mur, met een wijngaard met muren waar de druiven tegenaan staan, waardoor het nog warmer is, een hele klassieke oude wijngaard. Maar ook de rode wijnen zijn heel erg goed. Laat ook zien dat het heel goed rijpt, want dit is al 2017, dus dat is al wat ouder. Het is... En we hadden dezelfde wijn uit 2016 naast elkaar, dat was erg leuk om te proeven. 2017 kwam er iets beter uit. De 2017 is gewoon een elegant jaar, een mooie rijpe tannine. En ja, als je daar komt, je zei, het is echt zo'n kalksteenterwijn. Ja. Die grotten zijn ook indrukwekkend, hè? Dus het is allemaal grotten waar die wijn op rijpt. Het is bijna hetzelfde als Limburgse Mergel. Hè? Ja, dus die wijnen liggen ook te rijpen in die grotten. Ja. Nou, en zo'n jaar als 17 presenteert zich nu perfect. Dus krijg je een heerlijke Cabernet Franc wijn van. De monnikdranken in categorie 9. Dus dit zit tussen de 30 en 50 euro. Is een iets duurdere cuvée. Ja, maar echt een prachtige wijn. Heel mooie rijpe wijn. Drie hele mooie wijnen uit de Loire. Van Cabernet Franc, beetje Cabernet Sauvignon hier in de eerste. Geniet ervan, ga het opzoeken.